Ja mensen, goedendag. Doe jullie allemaal de groeten. Ik hoop dat het goed gaat met jullie allen. Ik hoop dat jullie het allemaal goed maken. Lieve mensen, ik ben even kort live gekomen om bepaalde punten met jullie te bespreken. En ik zal meteen beginnen. En dit is eigenlijk, ja, het is geen boodschap aan bepaalde lastige mensen, bepaalde hoofdes, meisjes en hoofdes, crew. Is geen boodschap aan hen. Het is een serieuze boodschap. Het is ook geen boodschap, het is ook geen live omtrent ABOP of omtrent Bravo. Het is geen live omtrent muizes en hoofdes crew. Het is geen live om hen. Dit gaat om iets anders. En daarom vraag ik om niet zomaar ermee te bemoeien. Want dit is een serieuze live bedoeld voor de leerkrachten, de verpleegkundigen en de specialisten in ons land. En natuurlijk is het Benny Miranda, all-around prater, all-around spreker, die het woord, ja, natuurlijk probeert om te bemiddelen met de leerkrachten. Je moet van goede huizen komen als je wil praten richting de leerkrachten, specialisten en verpleegkundigen. Want ze zijn geen domme mensen, ze zijn geschoold. Dus je moet kunnen praten. Maar lieve mensen, waar het om gaat is, ik begrijp de situatie helemaal. En ik begrijp dat jullie het allemaal moeilijk vinden en zwaar vinden. En dat jullie het moeilijk hebben. Maar lieve leerkrachten, lieve verpleegkundigen, lieve specialisten. Wij hebben jullie nodig in Suriname. We hebben jullie nodig in Suriname. Ik heb vanochtend een post gelezen over jullie. Dat meer dan 1400 van jullie weg willen. Om eerlijk te zijn, ik ben er niet blij mee. Ik ben er niet blij mee, lieve mensen. En daarom vraag ik jullie, ik weet niet waar jullie mee zitten. Ik weet niet wat jullie eisen precies zijn. Ik weet niet wat jullie precies willen hebben. Dat weet ik niet. Maar ik denk aan de kids van Suriname. We hebben kids overal. Nikeri, Wageningen, Binnenland, Mungo, Albina, Achoni, Brokopondo. Overal hebben we kids. En we hebben leerkrachten hier in Suriname. Die in die Staanse een beetje, in die Staanse taal een beetje, nou ja, soms praten met de leerlingen. We hebben leerkrachten die soms een beetje boestikonde tongen praten met de leerlingen als ze iets niet begrijpen. We hebben leerkrachten die een beetje Saramakaanse taal praten, Chinese taal, Javaanse taal, et cetera, et cetera. En als jullie allemaal weggaan, als jullie allemaal vertrekken, dan is het niet goed voor ons land. Het is ook niet goed voor Suriname, denk ik. Ik probeer alleen te bemiddelen een beetje, want ik vind het niet goed als jullie weggaan, lieve mensen. Ik vind dat wij, de leerkrachten, we hebben jullie nodig hier. De verpleegkundigen, we hebben jullie nodig hier. De specialisten, we hebben jullie nodig hier. Omdat communicatie, om te communiceren met iemand of om te communiceren met het volk of om te communiceren met de leerlingen, dan moet je natuurlijk, ik heb het niet zo gemaakt, maar Nederlands is onze spreektaal of Surinaamse taal. Dat is onze spreektaal in Suriname. En jullie kunnen dat goed, jullie beheersen dat. Dus als jullie allemaal weggaan en we krijgen andere leerkrachten uit weet ik veel waar vandaar. Ja,
Ik denk dat dat niet goed is voor de leerlingen. Lieve mensen, leerkrachten, verpleegkundigen, specialisten. Nogmaals, ik weet niet waar jullie allemaal mee zitten. Ik weet ook niet wat jullie eisen zijn. Maar overwegen jullie het om even te blijven nog om te kijken. Misschien kunnen we een oplossing vinden. Ik probeer alleen te bemiddelen, want ik vind het niet goed als de meeste leerkrachten vertrekken. Ik vind dat niet goed. Ik vind het ook niet goed als de meeste specialisten vertrekken. Ik vind het niet goed als de meeste verpleegkundigen vertrekken. Ik vind dat niet goed, lieve mensen. Het is niet goed voor ons land. Het is niet goed voor de verpleging. Het is niet goed voor de leerlingen. Het is helemaal niet goed. Vandaag las ik 1400 zoveel leerkrachten willen weggaan. Wat moeten we daarmee dan? Hoe moeten wij dan verder hier in ons mooie land? Hoe moeten we verder? Als jullie allemaal weggaan, wat moeten we dan? We hebben jullie nodig. Ik begrijp dat de situatie precair is en dat jullie het moeilijk hebben en dat de meeste mensen het moeilijk hebben. Maar we hebben er niets aan als jullie allemaal weggaan. We hebben er niets aan als de meeste verpleegkundigen weggaan. Als de meeste specialisten weggaan. Als de meeste leerkrachten weggaan. Dat is niet goed voor ons land, lieve mensen. En daarom praat ik met jullie. Minokonf contact over muizen en hoofdes. Een gesprek die zie ik ook abra. De leerkrachten, de verpleegkundigen, de specialisten. Ze willen weggaan en dat vind ik niet goed. Ik vind dat niet goed. Dus lieve mensen, proberen jullie oplossing te zoeken. En ik hoop dat jullie oplossing kunnen vinden om te blijven in ons mooie land Suriname. Want als jullie weggaan, kijk, het zit me dwars hoor. Het zit me dwars. Ik ben er een beetje verdrietig over zelf geworden toen ik het las vanochtend. Ik ben een beetje verdrietig over geworden. Het doet me een beetje pijn. Ik vind dat niet goed. Dat jullie allemaal weggaan. Ik zal jullie missen, om eerlijk te zijn. De verpleegkundigen, de leerkrachten, de specialisten. Ik vind het niet goed als jullie weggaan. En ik denk dat de meeste mensen er zo over denken. Ik kan niet zeggen, gaan jullie maar weg, goed zo, rotten jullie maar op, et cetera, et cetera. Ik kan dat niet zeggen, want ik vind het is niet goed voor de kinderen. Lieve mensen, leerkrachten, verpleegkundigen, specialisten. Ik hoop dat wij met z'n allen een oplossing vinden opdat jullie kunnen mogen blijven in ons land. Want het is niet goed als jullie weggaan. AUB, niet weggaan. Laten we oplossing zoeken. Want als ik bepaalde mensen foto's bekijk, bepaalde leerkrachten, et cetera. Het lijkt alsof ze heel boos zijn. Het lijkt alsof ze gewoon kwaad zijn. En echt boos zijn op, ja, ik weet niet op wie. Maar de meeste leerkrachten, verpleegkundigen en specialisten, het lijkt alsof jullie boos zijn. Laten we AUB oplossing zoeken. Laten we oplossing zoeken om te kijken hoe wij hieruit kunnen komen. Het is niet goed als jullie vertrekken. En als jullie naar Curaçao gaan, of naar Sint Maarten, of naar Aruba, of naar ergens Nederlandse Antillen, of België, of Nederland. Jullie moeten daar ook weer gaan opbouwen. En dat duurt ook weer een tijdje. Want het is niet gemakkelijk. Want jullie moeten eerst opbouwen om... Ja, jullie moeten eerst opbouwen om alles weer in orde te maken voordat jullie weer op gang komen om weer normaal te fungeren. Dus het is niet zo gemakkelijk, lieve mensen. Ik ben niet gekomen om mensen uit te schelden. Het is geen gesprek over de ABOP. Het is geen gesprek over muizen en hoofdes. Dit is een gesprek gaat over de leerkrachten, de verpleegkundigen en de specialisten. Dus AUB, netjes gedragen. Dus lieve mensen, denken jullie erover na om te blijven. Het is niet goed als jullie weggaan. Misschien, ja, ik weet niet
of er misschien wel mensen eerder tot jullie gesproken hebben. Zoals ik het, of gesproken hadden, sorry. Zoals ik het nu doe. Ik weet niet of het, eerder, of het al eerder al gebeurd, is gebeurd, dat weet ik niet. Maar ik zag jullie post over jullie vertrek. Ik dacht, nee, ik moet even praten met jullie. Want ik vind het niet goed. Maar ik wil jullie erop wijzen. Kijk, mijn mattie is ook hier online nu. Marcel Oosburg. Hij, Benny, je hebt gelijk. Is niet zo gemakkelijk om weer te beginnen in het buitenland. Dat schrijft hij hier. Dat schrijft Marcel Oosburg hier. Hij is ook even aan het kijken hier. Hij schrijft, Benny, je hebt gelijk, is niet zo gemakkelijk om weer te beginnen in het buitenland. Dat schrijft mijn mattie, Ogi Ozi, hier. En lieve mensen, het is echt niet eenvoudig als jullie in het buitenland. Ik begrijp dat jullie gefrustreerd zijn. Ik begrijp dat jullie hoofdpijn hebben en ik begrijp dat jullie graag weg willen. Maar het is echt niet gemakkelijk. Ik heb op de Nederlandse Antillen gewoond. Ik heb op Curaçao gewoond. Ik heb op Sint Maarten gewoond. Ik heb op Aruba gewoond. Ik heb op Bonaire gewoond. Als jullie daar naartoe gaan, het is niet gemakkelijk om daar te beginnen, lieve mensen. Het is niet eenvoudig. Jullie zullen het eigenlijk, ja, het is, misschien zullen een enkele van jullie ook teleurgesteld worden. Dus daarom zeg ik, lieve mensen, laten we kijken, laten we op zoek gaan naar oplossing. Laten we kijken hoe wij hieruit kunnen komen, lieve mensen. Ja, ik weet niet, ik heb er eigenlijk geen woord voor om, ik weet niet, maar ja, ik vraag het jullie, ik smeek jullie om te blijven. Laten we kijken naar oplossing, want ik ben er echt niet blij mee. Ik vind het niet goed. Als mens, als Surinamer, ik ben hier geboren en ik lees zo'n bericht dat 1400 leerkrachten weg willen. Nou, ik vind dat niet goed. Ik ben er niet blij mee. Ik kwam even om heel kort te praten met jullie. Niet om een uur lang, niet om een uur lang live te gaan. Niet om een half uur lang live te gaan. Dat niet. Even een kwartiertje praten met jullie hier omtrent. Daar denken jullie even over na. Wat willen jullie? De leerkrachten en verpleegkundigen en specialisten, wat willen jullie? Wat zit jullie het meest dwars? Wat zijn jullie eisen? Wat vinden jullie hinderlijk? Wat vinden jullie niet goed? Leerkrachten, verpleegkundigen, specialisten. Want als de meeste specialisten vertrekken vanuit onze zorginstelling, et cetera. Wat moeten we dan verder dan? Hoe moet het dan verder? Als de meeste leerkrachten en de meeste verpleegkundigen allemaal vertrekken, wat moeten wij dan verder? We hebben hier zoveel patiënten, we hebben hier zoveel leerlingen. Die leerlingen die kunnen we niet zomaar overlaten aan iemand die uit een ander land komt om les te geven. Die onze cultuur niet eens goed kennen. Dus we hebben jullie nodig. Leerkrachten, verpleegkundigen, specialisten. We hebben jullie nodig. Blijven jullie en laten we praten met elkaar. Laten we op zoek gaan naar oplossing. Want jullie leerkrachten, jullie zijn boos. Jullie zijn geïrriteerd. En jullie zijn ontevreden met een aantal dingen. Ja, laten we kijken, laten we op zoek gaan naar oplossing. Ik heb altijd geleerd, ik heb psychologie gestudeerd in Nederland. En ik heb altijd geleerd, we hebben iets genaamd sociale hygiëne. Sociale hygiëne is een vak dat gaat over communicatietechnieken. Je moet kunnen communiceren met een ieder. Sociale hygiëne is een vak die leert jou hoe je om moet gaan met anderen. Hoe je moet communiceren met anderen. Hoe je moet praten met anderen. Als ik hoor dat de meeste leerkrachten, de meeste verpleegkundigen, de meeste specialisten weg willen, dan kan ik niet in de lucht springen en zeggen, ja, goed zo, ha 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 ha.
Ik kan dat niet zeggen. Want anders dan kan ik niet communiceren. Dan weet ik niet hoe ik moet communiceren. He, dan, het is een vaardigheid. Ja, je moet het in je hebben. En je moet het... bijvoorbeeld stel je voor je werk in een café. Of je werk ergens in een bar. Dan zegt de opleiding sociale hygiëne. Die zegt, die leer jou dan hoe je om moet gaan met klanten daar. Als je in een winkel werkt. Dan is het de sociale hygiëne die jou leert hoe je daar moet omgaan met klanten. Dus je zegt niet, hallo, Saiwani. Nee, dat is niet goed volgens de sociale hygiëne. Je zegt niet, ai, Saikonsuku, Saiwani. Of Mikayepiu, of Saikonbai, of ai, Saikondu. Zo praten we niet. Sociale hygiëne zegt, je moet altijd op zoek gaan naar een oplossing. Je moet altijd op zoek gaan naar een manier om eruit te komen. En geen geweld. Mensen die geweld gebruiken, mensen die wapens pakken en geweld gebruiken, of mensen die gaan vechten met anderen, zijn achterlijke mensen. Die hebben geen scholing gehad. Sociale hygiëne zegt, je mag niet gaan vechten met een ander. Je mag geen geweld gaan toepassen bij een ander. Je mag dat niet doen. Als je dat doet, als je geweld gaat gebruiken, als je gaat vechten met een ander, et cetera, dan ben je achterlijk. Dan heb je geen scholing gehad. Dat zegt sociale hygiëne. En daarom hebben we rechters. Daarom hebben we officieren van justitie. Daarom hebben we inspecteurs. Daarom hebben we politie. Als iets jou niet dwars zit, ga praten met een politieagent. Ga praten met een officier van justitie. Ga praten met een buurtagent. Dat zeggen de wetten. Mensen die geweld organiseren en gaan geweld uitvoeren zijn domme, achterlijke mensen. Die gaan vechten. Die gaan geweren pakken en gaan vechten. Die zijn domme mensen. Sociale hygiëne zegt, je moet op zoek gaan naar een oplossing. If you vrouw no one you moro. Sociale hygiëne is dat je moet takken naar je vrouw. Je moet voor mijn afvrouw. Je moet takken naar een afvrouw. Je moet met haar praten. Je moet met je kids praten. Je moet met ze overleggen. Je noem van je pikken. Je noem van afvrouw. Dat zegt sociale hygiëne. Dus als je dat weet, dan ga je niet zomaar vechten met iemand. Dan ga je niet een groep regelen, een groep organiseren om te gaan vechten met iemand. Dat zijn achterlijke mensen die dat doen. Mensen die dat doen, die hebben geen scholing gehad. Den dabaka de achterlijk. Dus lieve mensen, verpleegkundigen, leerkrachten, specialisten, AUB, blijven jullie AUB. Laten wij oplossing zoeken. Dat ben ik even komen bespreken met jullie, niet iets anders. Bedankt voor het luisteren even. 10 minuten, kwartiertje. Bedankt, groetjes, bye bye.